Wat is je favoriete karaktereigenschap? Aardig zijn. En dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat heeft Roald Dahl bedacht. Die heeft ooit een keer gezegd: het allerbelangrijkste is aardig zijn, want dan maakt de rest eigenlijk niet meer uit. Is er een overleden schrijver die je bewondert? Dat is denk ik dan Roald Dahl voor mij. Die is overleden nog voordat ik ben geboren. Ja, en hij heeft wel een enorme impact gehad op mijn schrijverschap eigenlijk. Nog steeds. En ik denk waarom hij zo belangrijk voor mij is, is dat hij voor mij als geen ander de grenzen van de fantasie laat zien. Voor zowel kinderen natuurlijk, maar ook als in zijn volwassen verhalen. Dit is wel leuk. Welke droom in jouw leven heb je al waargemaakt? Ik ben best wel jong gedebuteerd. Ik was 21. En ook net 21. En dat was eigenlijk mijn grootste droom. Dus ik had al best wel jong in mijn leven dat punt bereikt. Maar dat was eigenlijk ook wel fijn. Want ja, dat was zo waar ik naar uitleefde voor mijn gevoel. Dat het daarna opeens was van, oh, dat is gebeurd. En dat haalt ook wel een beetje de druk ervan af of zo. En het was wel eventjes gek. Maar het is, ja, nu kan ik gewoon verder kijken naar de andere dingen die ik wil doen. En voor nu is dat gewoon weer boeken schrijven. Wie moeten wij volgen op Instagram? Ja, dat weet ik wel eigenlijk. Lotte van Eijk. Dat is ja, wel echt een influencer. Zij is bekend omdat zij in plat Rotterdams hele goede motivational speeches houdt. En van haar krijg je altijd een beter gevoel. En dat is wel heel zeldzaam, denk ik, op Instagram. Veel generatiegenoten kiezen ervoor dicht bij zichzelf te blijven in hun proza. Jij kiest duidelijk een andere setting. Waarom? Dat doe ik eigenlijk best wel bewust, omdat mij dat de volledige vrijheid biedt om, ja, grens over te gaan. Ik denk in mijn debuut was dat vooral dat het soms wel een beetje te theatraal werd voor de werkelijkheid. En in dit boek is het, ja, een soort magisch realisme. Dus, en ik denk dat als ik het in het hier en nu zou doen, dat ik, ja, wat minder die vrijheid zou voelen. Plus ik vind het gewoon heel erg leuk om over een hele andere setting na te denken. Marieke van Nimwegen, waarom is juist dat verhaal zo'n inspiratiebron voor je? Mijn fascinatie voor Marieke van Nimwegen is eigenlijk begonnen met dat ik dat verhaal altijd al kende. Ik kom uit een, ja, wel vrij christelijke omgeving, een dorp waar ik ben geboren. En ik kende altijd al het verhaal van Marieke, omdat het dus een verhaal is van een meisje wat 7 jaar met de duivel leeft. En ik vind die archetype van zo'n heel onschuldig meisje en de duivel, dus het kwaad, en dat die dan samenkomen en het originele verhaal vertelt niet superveel over wat daar dan gebeurt. Het is meer het samenkomen en het weggaan en de vergeving die belangrijk is. Terwijl, ja, dat mijn nieuwsgierigheid natuurlijk enorm prikkelt. Wat gebeurt er als je de onschuld met het kwaad samenzet? En dan nog meer, hoe kan de onschuld zich dan weer losrukken van het kwaad? En ik vind, ja, eigenlijk dat het originele verhaal daar iets te weinig over gaat. En iets te weinig eer, vind ik, geeft aan Marieke. Ja, dus ik heb eigenlijk met dit boek een beetje meer eer aan het jonge meisje willen geven. Charon is de antagonist in het boek. Wat symboliseert hij voor jou? Ik denk dat Charon staat voor mij voor het kwaad. Maar waar ik voor heb gekozen, en daar heb ik heel lang over nagedacht, van wat is dan het kwaad voor mij? Charon staat eigenlijk voor de twijfel. En hij fluistert dat als het ware in de oren van de mensen in het verhaal, alsof dat hun eigen gedachten zijn. En alsof zij dus eigenlijk heel erg laag over zichzelf denken, waardoor ze hun eigen waarde verliezen. En soms om die reden zelf ook kwade dingen gaan doen, omdat ze geen waarde meer hebben, zeg maar. Dus hij symboliseert eigenlijk die stem in je hoofd die hele gemene dingen over jezelf zegt. Je boek gaat in essentie over goed en kwaad. Draagt iedereen iets van kwaad in zich? Ik denk wel dat iedereen het in zich heeft om heel laag over zichzelf te gaan denken. En uit die basis ook dingen te doen die anderen schaden. Even heel
algemeen gezegd. En ik denk dat dat helaas gewoon heel veel te maken heeft met wat je gelooft over jezelf, wat je bent gaan geloven over jezelf. En dat betekent niet dat als je laag voor jezelf over jezelf denkt, dat je dan kwaad doet of slecht bent of zo. Maar ik wilde wel, denk ik, in mijn boek laten zien dat dat eigenlijk heel zo verdrietig is. Dat zelfbeeld zoveel verandert en ook zo futiel is, zeg maar. Het is gewoon een gedachte in je hoofd en meer is het eigenlijk niet. Meer is Charon eigenlijk niet. Ik zou heel graag willen dat je dat er gewoon uit kon rammen. En dat iemand zichzelf zou kunnen zien zoals diegene echt is. Daar gaat, denk ik, het boek over.